Ik woon in een huis en dat huis staat in een tuin. Die tuin ligt aan een straat waarin een hele grote boom staat. Dat huis dat heeft een dak, een deur en een raam. En in de tuin, daar zie je de bloemetjes staan. Hey, hallo. Leuk dat jullie er ook zijn. Ik ben met de was bezig. Nou, die moet nodig gewassen worden. En deze, die mag ook wel. Pff, ik heb er warm van gekregen. Even een slokje limonade. Oh, ik slik me helemaal. Oh nee, hè. Nou is mijn shirt helemaal vies geworden. En het kleeft en plakt helemaal. Oh, en ik moet zo naar een verjaardag. Kijk maar, ik heb helemaal geen schoon shirt meer. Die zijn allemaal vuil. Wat moet ik nou? Oh. Hé. Hey. Daar hangt een overhemd van de buurman. Wow, die kan ik vast wel even lenen. En ik ben toch weer terug voordat hij thuis komt. Ik ga hem even lenen. Hey, mooie blouse, hè? Staat hij me niet goed? Prachtig wit. Hij past precies. Dit komt wel goed voor het feestje. Moet alleen nog een liedje hebben. Hé, hey, dit klinkt wel lekker, toch? En dat swingt ook wel. Ik ben een balpen fan en ik klik met mijn pen. En ik klik, en ik klik, en ik klik. Ik ben een balpen fan en ik klik met mijn pen. En ik klik, en ik klik, en ik klik. Dan krijg ik de balpen. Klik, kik, klik, kik. Met een balpen kun je schrijven in je schrift. Met een balpen kun je tekenen, net als met een stift. Met een balpen kun je krassen. Krassen, krassen, krassen. Die krassen kun je er niet meer uitwassen. Ik ben een balpen fan en ik klik met mijn pen. En ik klik, en ik klik, en ik klik. Ik ben een balpen fan en ik klik met mijn pen. En ik klik, en ik klik, en ik klik. Dan krijg ik de balpen. Klik, 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 klik. Laatst stopte ik een balpen in mijn zak. Ik ging op weg, voelde mij op mijn gemak. Toen ik ineens die balpen wilde pakken, bleef die balpen aan mijn vingers plakken. Hij was leeggelopen en mijn vingers zaten helemaal onder de inkt. Ik ben een balpen fan en ik klik met mijn pen. En ik klik, en ik klik, en ik klik. Ik ben een balpen fan en ik klik met mijn pen. En ik klik, en ik klik, en ik klik. Dan krijg ik de balpen. Klik, 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 klik hem maar! Helemaal vies. En dat is de blouse van de buurman. Oh, die krijg ik nooit meer schoon. Oh, hoe moet dat nou? Ik krijg op mijn kop. Oh, wat moet ik doen? Ik doe hem in het water. Een beetje zeep erbij. Heel goed merk. Oh, is die op? Helemaal op. Wat moet ik nou? Wat moet ik? Hij moet wit worden. Wit? Ik heb een idee. Ik heb mijn vieze schoenen ook meegenomen. Stiekem een beetje naar zweet. Kijk, melk is wit. Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Daar wordt het vast hartstikke wit van. Zo, melk. En een beetje witte slagroom kan ook geen kwaad. Zo. En van tandpasta krijg je witte tanden. Nou, als daar de blouse niet wit van wordt.
Helemaal goed. Zo, even stoppen. Dit gaat lukken. De buurman krijgt een schone blouse. En die krijgt die om mijn kop. Bijna klaar. Hey. Oh nee. Wat zijn ze klein geworden. Helemaal gekrompen. En die blouse. Oh, die is ook gekrompen. Nou, ik ga hem gauw terughangen. Ik hoop niet dat de buurman het merkt. Oh. Hij is veel te klein. Oh, niet verder vertellen, hoor. Het heet gewassen. Hallo jongens en meisjes. Pak je kleurpotloden, je verf en je tekenboek, want vandaag gaan we verven. Nee, schilderen. Dat is toch hetzelfde? Oké, Joes, schilderen dan. We hebben hier alles. Kwasten, tekenpapier. Kom op, laten we meteen beginnen! Blauw, rood, geel. Ik mis groen. Ik wilde toevallig wel heel veel met groen gaan doen. Want het is wel mijn lievelingskleur. Maar we kunnen toch onze eigen kleuren maken? Kijk, ik meng een beetje blauw met geel. En dan krijg je... groen! Ja! Kom op, laten we meteen beginnen! We hebben een schilderij gemaakt. We hebben met verf het doek geraakt. We mengden allerlei kleuren om het witte doek op te fleuren. We schilderden op het witte doek met prachtige kleuren van hoek tot hoek. Het duurde uren en uren, we maakten mooie figuren. Hey, kijk eens wat ik heb gemaakt. Ik heb met verf het doek geraakt. Ik ben een echte kunstenaar. Nog even wat verf en mijn schilderij is klaar. Schetst met een grijs of zwart potlood. Je schildert met een kwast in geel en rood. Je maakt een landschap met koeien. Of verft met je vingers en gaat knoeien. Ik heb gemaakt, ik heb met verf een doek geraakt. Ik ben een echte kunstenaar. Nog even wat verf en mijn schilderij is klaar. We noemen het kunst, want het is een hele kunst. We noemen het kunst, want het is een hele kunst. We noemen het kunst, want het is een hele kunst. We noemen het kunst, want het is een hele kunst. Hey, kijk eens wat ik heb gemaakt. Ik heb met verf een doek geraakt. Ik ben een echte kunstenaar. Nog even wat verf en mijn schilderij is klaar. Zo, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Oh, dankjewel. Hé, ja. Hey, Joes, pas op. Je gaat bijna op de verf zitten. Oh, Dirk, dat scheelde niet veel. Oh, Dirk. Moet je zien wat we allemaal gemaakt hebben. Wat mooi, zeg. Nou, daar ga ik eens even bij zitten. Ga ik eens even goed kijken. Ah, oh. Nu ben je er zelf in gaan zitten. Ik heb een idee. Wat dan? Let maar eens op. Voilà! Moderne kunst! Oh, ik heb ook een idee. Ga eens weg. Zo. Kijk. Oh, tadaa! Wat gaaf! Echte binnenkunst!
Dat was weer leuk. En ik vond het ook leuk dat je weer gekeken hebt. Wil je nou meer filmpjes zien? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Dan word je op de hoogte gehouden van alle nieuwe filmpjes. En dat zou ik leuk vinden. Want ik hoop je natuurlijk weer te zien. Nou, tot de volgende keer, hè. Dag!